Goedendag, ik sta hier met Rona Antonius, Group Financial Controller van Hive. Ik ga haar vragen wat Hive precies doet. Nou, Rona. Ja, nou, even een stapje terug. Ik ben de Group Finance Director bij Hive. Maar ja, goed. Laat zeggen, we zijn een start-up, hè? Dus ik heb allerlei patches op. Ja. Ook die van een controller, dus dat is helemaal goed. Wat doet Hive? Dat was de vraag, toch? Ja, wij zijn op het gebied van digitale valuta's nog. Het doel is op een gegeven moment door te pakken naar digitale assets. Hè? Dus dat betekent anything dat is getokenized, NFT's, et cetera. Wij zijn liquiditeitverschaffers aan onze gereguleerde klanten. En deze gereguleerde klanten zijn financiële instellingen. Mm-hmm. En als zij op hun beurt crypto's in dit geval willen verkopen of verhandelen via of voor hun end customers, hè, dus de retail klanten, hè, dan komen zij naar ons toe en dan regelen wij dat. Klinkt high-tech. ja. En ik heb ook begrepen, net op het congres, dat daar nieuwe regelgeving zit aan te komen voor de sector waar jullie actief in zijn. Kun je daar iets van vertellen? Ja. Momenteel is het enige, of tenminste, is er beperkte wet en regelgeving voor de cryptosector. Het is heel erg, of het is alleen gefocust op AML5 en sanctiewetgeving. Mm-hmm. Zometeen met de komst van de MiCA-regelgeving, dat is over 18 maanden, hè, dan wordt dat veel breder uitgepakt. En dan moet je het zo zien om het plat te slaan. Hè. Het ziet heel veel toe op vergunningen. Hè. Dus als je stablecoins gaat uitbrengen, moet je whitepaper hebben. Je moet een vergunning hebben om het te kunnen verhandelen. Hè. Crypto-dienstverleners, zoals wij, maar alle anderen, hè, die moeten allemaal een vergunning hebben voordat ze überhaupt iets mogen verhandelen. En er komt ook heel veel in het kader of bijkijken voor wat betreft consumer protection. Oké, 18 maanden, dat klinkt best wel snel. Zijn jullie er klaar voor of wat betekent dit voor Hive? Nou, goede vraag. Wij zijn er wel klaar voor. Waarom zijn we er klaar voor? Wij zitten in Nederland en wij zitten in Duitsland. Mm. Waarom zitten we in Duitsland? Omdat wij daar ook operationeel willen zijn. Maar om daar operationeel te zijn, moet je een vergunning hebben van de BaFin. Wij zijn al een poosje bezig geweest, ruim een jaar, met voorbereidingen daarvoor. En wij hebben vandaag die license gekregen. Dus reden genoeg om te vieren. Gefeliciteerd. Dankjewel. Hè, maar dat betekent ook, en even ter informatie, het is een, laat zeggen, MiFID-vergunning. En daardoor zijn we eigenlijk goed klaargestoomd om strakjes MiCA te kunnen receiven. Ja. Hebben jullie dan een voorsprong ten opzichte van concurrentie daarin? Ja, zeker weten. Zeker weten, hè, omdat wij natuurlijk nu dan in dit geval MiCA, maar ons ding is altijd geweest om vanaf moment 1, of eigenlijk vanaf moment 0, hè, bezig te zijn met vergunningen, compliance en anders doen we het niet. Oké. Hey, dankjewel en veel succes.